Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft vandaag een evaluatiebijeenkomst gehouden. Het pilotproject Dieridentificatie, Registratie en Traceerbaarheid, afgekort R&T-systeem, is in december 2021 samen met het Voedsel- en Landbouworganisatie, samen met de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, FAO, uitgevoerd. De eigenaren van veehouderijen en kweeklocaties worden via dit pilotprogramma geregistreerd. Runderen en varkens worden geïdentificeerd via oornummers die kosteloos zijn aangebracht voor de boeren door de FAO. Deze worden na 5 jaar, wanneer het dier geslacht kan worden, verwijderd. Volgens waarnemend LVV-directeur Anand Chotkan komen de nummers voordelig uit voor de veehouders. Het voorkomt namelijk diefstal van de dieren en ook wordt de data bij de verschillende slachthuizen makkelijker bijgehouden. Bij een eventuele uitbraak van een dierziekte kan er ook makkelijk via het oornummer nagegaan worden welk dier besmet of ziek is. Het doel is ook om de kuddeprojectie beter te maken zodat het inslachten wordt voorkomen.